is tijd. Dames en heren, goed gewerkt. We gaan nu in de rij staan. Eindelijk, we kunnen naar huis. Yes, eindelijk, we gaan naar huis. Wat doet u hier? Dat zijn toch de ouders van Ella? Ja. Mag jullie aandacht? Ik heb voor jullie vervelend nieuws. Ella, de ouders, die willen iets zeggen. Nou, Ella is al een week vermist. Ik weet niet waar ze is. Hè, ik dacht dat ze ziek was. Ja, volgens mij ook. En we hebben ook geen sporen van haar gevonden. We weten gewoon niet waar ze is. Juf. Misschien kunnen we posters maken. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Wat vinden jullie daarvan? Ik zou het echt heel erg fijn vinden. Ja, ik heb nog wel een foto van haar. Ik heb thuis een kopieermachine. Misschien kan ik het uitprinten en ophangen. Goed idee, ik help wel met je mee. Oké. Ik denk niet dat ze wel zin heeft. En die posters die helpen denk ik ook niet. We kunnen het toch... We gaan het in ieder geval proberen. Dan hebben we tenminste nog een kans. Waar ben ik? En wat doe ik hier? Wie ben jij? Hey, hoor je me niet of zo? Ben je doof? Hey, hoor je me niet of zo? Nee, dat wil ik niet. Ik wil naar huis. Je blijft hier. Maar dat wil ik niet. Ik wil naar huis. Je hebt niks te willen. Je moet doen wat ik zeg. Hé, wat is dit? Misschien heb je het meisje gezien. Oh, nee. Maar wel ontzettend goed dat jullie zoeken. Ja. Moet ik dit nummer bellen? Ja. Oké, dat zal ik dan eens kunnen zien. Dankjewel. Oh nee, ik heb hem niet gezien, maar misschien is hij daar ergens geslaagd om een beetje mensen weer verder te helpen. Oké, hoi. Sorry. Na mijn ongeluk ervaar ik helemaal de weg kwijt. Kom, we kunnen vluchten. Dat gaat niet. Zo niet. Ik heb geen benen meer. Gaat het goed met jullie zoekactie? Nou, niet zo best. We hebben niet zo veel. Als jullie iets horen, kunnen jullie mij opbellen. Beloof jullie dat? En zagen jullie dat? Ja, dat was gewoon de pen van Ella. We moeten hem achtervolgen. Ja. Hey jongens, waar gaat dan naar binnen? Ja, misschien woont hij daar. Dan moeten we ergens rijden. Oh, Lietse, we hebben het meisje gevonden. Ze zit daar binnen. Oké, dan gaan we gelijk op af. Je moet met mijn zoon spelen, hè? Je moet met mijn zoon spelen, begrepen? Stel als Adam de neer, je bent gearresteerd. Voor hoe lang? Je gaat lang je eigen gevangenis. Hoe lang?